In Roermond en omgeving is de stichting Samen Zorgen actief. Wekelijks gaan ze naar de markt om producten te halen die ze verdelen onder mensen die dat nodig hebben. Kevin, we willen namens Stichting Samen Zorgen Roermond, die inmiddels al een jaar bestaat, jullie hartelijk danken voor alles wat jullie doen. De ondersteuning die jullie al een heel jaar voor ons doen. Ja, erg top. Er zijn heel veel gezinnen blij. En vooral in deze coronatijd. Dank je wel en bedank je vader en moeder ook heel hartelijk. Nadat de wagen volgeladen is, wordt er richting uitgiftepunt gereden. En daar komen de mensen naartoe om de spullen op te halen. Stichting Samen Zorgen Roermond. Hoe is dat zo gekomen? Dat is gekomen omdat ik zelf 7 jaar geleden in de problemen ben geweest. Ik verdiende daardoor €7,50 te veel en mocht daardoor, per maand is dat, en mocht daardoor niet bij de voedselbank aankloppen. Dus ik heb zelf een hele zware tijd gehad. Ik heb samen met de Bananenboxer deze site opgericht, deze stichting opgericht, om mensen te helpen die net buiten alles vallen. En ja, dat doen we een beetje. En dan bedoel je ook buiten de reguliere voedselbank? Ja, vooral buiten de reguliere voedselbank. We helpen ook mensen die al bij de voedselbank zitten. Maar dat zijn mensen met gezinnen, met veel kinderen. Die geven wij dus elke week fruit. En wie valt eigenlijk buiten de boot? De mensen die dus iets te veel verdienen per maand. Net iets te veel. De voedselbank heeft natuurlijk een lijn te hanteren. En als je daar iets boven zit, en dan val je in een diep gat. En dat proberen wij dus op te vangen, zo goed en kwaad als kan. En dan heb je de Bananenboxer benaderd. Ja. Ze staan op de markt, onder andere ook hier in Roermond. En die waren meteen enthousiast. Die was gelijk helemaal enthousiast. Die zei van Cor, ik heb elke week zoveel groente en fruit over wat voor mij niet meer interessant is om te bewaren tot die week daarna woensdag. Dus hij moest er ook vanaf. Dus we kunnen nu elke week kunnen we het halen. Dus jullie gaan het elke week halen. Het is nu zaterdagmiddag. En ik zie jouw medewerkers, zullen we maar zeggen. Hè? Vrijwilligers. De vrijwilligers, ja. Die zijn druk bezig, ja, met de verdeling van de pakketten. Dat klopt. Wij hanteren een urgentielijst. Dat zijn mensen die dus acuut hulp nodig hebben. Moet je denken aan mensen die in een vechtscheiding zitten, waar het financiële nog niet van geregeld is. Mensen, wat we vooral momenteel hebben met het corona, is ZZP'ers. Die gewoon al 4-5 weken geen inkomen hebben. En ja, die bevoorraden wij eigenlijk zo'n beetje met eten, met voeding. In samenwerking met natuurlijk heel veel sponsoren. En hoe kom je in aanmerking voor zo'n pakket? Moet je op een of andere manier inschrijven? Men kan mij berichten via onze Facebookpagina. Dan ga ik altijd een gesprek aan met desbetreffende. We krijgen heel veel tips van mensen. Van Cor, daar zit een familie. Kun je daar eens even naar gaan kijken? Dat zit niet goed. We krijgen van budgetbegeleiders krijgen we tips. Zo doen we het eigenlijk zo'n beetje. Het is wel een beetje op goed vertrouwen. Maar meestal zien we het wel in één oogopslag. En tenslotte, krijg je genoeg of zeg je, we kunnen niet genoeg krijgen? We krijgen op dit moment krijgen we genoeg, maar dat komt door ADRA Nederland, afdeling Nederland. Die helpt ons al ruim 5 weken en die komt elke week hier een verschrikkelijke partij eten brengen waar we de meest acute mensen dus donderdags en vrijdags al voor uitnodigen. Krijgen we genoeg? We kunnen het aan op dit moment. Esther, jij bent van ADRA Nederland. Ja. Wat doen jullie? Wij zijn een internationale organisatie. Wij werken in meer dan 118 landen. Verschillende soorten projecten. Het is noodhulp, onderwijs, voeding, gezondheidszorg, zelfredzaamheid. En wat we in Nederland voornamelijk doen is fondsenwerving, zodat we onze projecten in ontwikkelingslanden kunnen uitvoeren. Maar eigenlijk nu vanwege de coronacrisis zijn we gaan kijken van nou, de kwetsbaren hier in Nederland, wat kunnen we voor die groep gaan doen? En wat kan je nou hier concreet in Roermond voor ze betekenen?
Ja, wij hebben met ons team besloten van, nou, we gaan allemaal zoeken, wat kunnen we doen? Toen kwam ik via Facebook op de pagina van Stichting Samenzorgen Roermond. En toen hebben we besproken van, ja, wat kunnen wij als stichting voor hun betekenen? En uiteindelijk hebben we toen besproken van, ik doe wekelijks boodschappen voor de mensen die het hard nodig hebben. Dus elke week bespreek ik met Cor van de stichting om hoeveel gezinnen gaat het deze week. En ik ga langs supermarkten, ik vul mijn autootje en dan rijd ik het hierheen. En wat kun je over het algemeen zeggen van de leveranciers? Zijn ze gul? Nou, ik moet zeggen, veel supermarkten die verwijzen naar het hoofdkantoor als ik vraag om een donatie. Sommigen mogen wel wat geven, maar veel hebben zelf niet de rechten om daar beslissingen in te maken, helaas. Maar ik heb wel wat ontvangen, zeker. Ja, en ik ontvang ook ander soort hulp, zoals er is iemand van Aldi in Sittard die altijd helpt met het inladen van de auto. Dus dat is heel fijn, ja. Patrick, hoe is het zo gekomen dat je hier terecht bent gekomen? Ik zag dat Cor een eigen site begon. En ik vond het initiatief wat hij nam, vond ik wel goed. En dus, je merkt al meer dat mensen nergens recht op hebben. Maar als ze het van hun loontje moeten doen, komen ze er ook niet ver. Tegenwoordig merk je veel meer dat er voor mensen veel meer moeten betalen dan ze eigenlijk binnen kunnen krijgen op een moment. Alles wordt verhoogd. En ja, dat is eigenlijk de dingen waar ik eigenlijk zo wat van had van, daar kan ik ook wat in betekenen. Dingen wat ik niet meer nodig heb, vraag ik een Cor, weet jij mensen wat dat kunnen gebruiken? Dat doe ik liever dan ik het naar een kringloop breng. En daar wordt er weer geld op verdiend. Dan doe ik het liever zo. Er zijn gewoon mensen die niks hebben voor uit te geven. En die mensen die willen zij steunen. En dat vind ik gewoon een heel goed initiatief. Maar jij komt alleen om de spullen te brengen? Nee, ik kom zelf ook voor. Ik lood ook mee op groenten en zo. Want op het moment heb ik het ook niet zelf niet heel breed. En hoe is dat zo gekomen, Patrick? Heb je een baan gehad? Ja, ik werk gewoon. Maar als je kijkt naar een huis. Een huis zit je gemiddeld al op 600 euro. 650 euro, nog wel hoger misschien aan huur. Als je dan alle lasten erbij moet gaan tellen van verzekeringen en de hele dingen. En dan kom je op een bedrag uit, ja, dat krijg ik wel betaald als loon, maar ik hou er niet veel van over. Maar je komt niet in aanmerking voor sociale woningen? Nee, ik verdien daar te veel voor. Dat is wat er altijd gezegd wordt, van je verdient te veel, omdat mijn vriendin ook werkt. Maar zo voor de rest, je komt er bijna niet. En dat is eigenlijk, daarom vind ik het zo fijn dat ik hier terecht kan. Want ja, ik ben vaak werken en dan kom je thuis en dan wil je boodschap, maar het zit er dan op het moment even niet in. En dan is het toch fijn als je een steuntje in de rug hebt op dit moment. Heeft u een geschikte ruimte? Wij zijn al bij de gemeente geweest. Maar om dat maar heel kort te zeggen, is moeilijk. We zoeken echt een ruimte waar wij dus zaterdags onze producten kunnen uitleveren. En waar wij dus ook onze kledingmarkt in kunnen houden, want wij verzorgen de mensen ook van kleding. Alsjeblieft, contact mij. We zitten echt in nood.